eerst denken wij aan de geboorte. Aan de geboorte. Ja. Van Jezus bedoelt u uiteraard. De geboorte van Jezus. Oké. Okay. Ja. Vrede op aarde. Vrede op aarde. Zit dat er nog in, denkt u? Let op de situatie in de wereld, hè? Ja, precies. Ik hoop het. Maar u blijft hoopvol. Ik blijf hoopvol. Nou. Zeker. Dank u. Er komt een dag dat het goed komt. Een winkelwagen vol met lekkernijen voor de komende feestdagen waarschijnlijk, neem ik zo aan. Gedeeltelijk, ja. Ja, gedeeltelijk. Niet allemaal. Ja. Mm-hmm. Maar er zitten wel dingen bij die ik normaal niet koop. Ja, oké. Okay. Hoe kijkt u zelf tegen de dagen aan? Wat betekenen ze voor u? Dit moment kan ik niet aan vrede denken, wat er met er in de wereld gebeurt. Dus ja. Het is een beetje raar. Ja. En het baart me heel erg zorgen. Maar voor mezelf en op kleine schaal vind ik toch wel belangrijk familie en het een beetje gezellig in huis. Ja, de verbinding zoeken, de geborgenheid bij elkaar. Ja, ja, ja. In een woelige wereld, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. Want ja. Het is wel heel erg wat er gebeurt. Ja, hè, precies. Ja, precies. Dus dat baart me zorgen. Ja, begrijpelijk. We kunnen het nog. Tenminste, ik keek net naar de kassabon. En hoeveel? Ja. Nog wel veroorloven. Ja, het wordt wel allemaal duurder. Het is, hè? Ja, volgend ja, ja. jaar wordt het ietsje goedkoper, heb ik begrepen. Ja, dat hoop ik, ja. Dat klinkt dan ook weer iets positiever. Ja, dat hoop ik wel. Kerstgedachte. Ja, ja, de ja, feestdagen nou, komen eraan. Ja, nou, met een kleinkind goed, op stap. Precies, dat het maar vrede mag worden. Ja. Overal. En ja. Nou, wat moeten we daarvoor doen, denkt u? Wat moeten we daarvoor doen? Ja, want er is nogal wat aan de hand in de wereld. Gedoe, hè, ja, vandaag nou, de dag. Klopt. Goed dat mensen weer wat meer om elkaar gaan geven. Ja, nou, ja, dat vind ik een mooie dat klinkt positief. Ja. Kijken jullie tegen de feestdagen aan trouwens? Lekker eten met familie en zo. Ja, ja. Gezellig lekker met beetje familie zitten. Ja. Ja, een beetje bier drinken. Ja, maken jullie zich zorgen over de situatie in de wereld? In wat vrede op aarde betreft, maar er is wel veel oorlog, hè? Ja, ja, maar ik denk niet dat wij daar in ons eentje heel veel aan kunnen doen. Nee. Nee. Ja, we moeten gewoon inderdaad met z'n allen tegenop staan. Maar ik vind wel, ja, inderdaad, met oorlog we kunnen is doen, wel moeten we doen. Ja, en, als ja, meer kunnen we niet doen. Mevrouw, alle liefst en goeds. Voor 2024. Oké, okay, dat hoopt u nog? Voor de gezondheid, ja. Ja, want we leven in beroerde tijden, toch? Ja, zeker, ja. Maar u blijft het toch wel hoopvol bekijken. We moeten het positief maar ja, inzien. De kracht van de positiviteit, ja, zeg maar. Zeker.